Voor deze opzet van de mensen. Mensen zijn de kaas. En ze laten zien de criminaliteit die wel proeven in de cel, denken ze dan. Er is wel van alles gebeurd op criminele vlak dit jaar. Er is van alles weggehaald, er is alles van ingebroken. Er zien nou, van alles gedaan. En die hebben de proeven in de cel genomen. Dus die zeggen dan, bij ons alles opgelost. Prinsen en prinsessen, ja hierachter. De prinsen en prinsessen. Want traditioneel hebben wij een jeugdprins en een jeugdprinses. De jeugdprins lacht, die zit er bovenop de baan. We willen eigenlijk als het ware als maxima behandeld werden. En ja, als laatste dan jeugdvriend is, dan gaan we erachteraan. De ouders mooie ondersteunend erbij. Dat is een mooi onderwerp. Dan de boefjes die voor de allereerste keer dit jaar meedoen. Ze vinden het heel mooi geweldig. Ze vinden het heel mooi geweldig met de carnaval. En ze willen met jullie vol spuiten met een roze jakdag. De boefjes hier! En voor u vooral, lekker in carnaval! En dadelijk bij de prijsuitreiking, geniet ervan! Dan René, vrouw en kinderen erachter, de Minions! Minions, heel bekend onderwerp! Eén oog, twee ogen, gele mannekes in dit geval, zitten ze in een raceauto. En dat laten de Minions zien die dit jaar voor de eerste keer meedoen aan deze optocht. Een drugslaffeest ken ik er wel. Allemaal hele spannende dingen die daar gebeurd zijn. En dat brengt de groep van BV-jeugd. En die straks hier bovenop een geweldige wagen gebouwd, gekocht, opgeknapt. Ik weet niet hoe ik het moet zeggen. Maar deze jongen, ook hij, je ziet net 13 jaar oud. Die deze wagen hier en ze doen het vooral over de spoken over het gespier. Dat ligt heel erg duidelijk. Ooit gevonden is spreek. En langzaam zeker, daarna komen er een hoop kleine kinderen bij. Dus de kleine beunhaasjes aan de voorkant die rijden al vuur op. Als ik binnenkom, dan moet ik aan de kamer. Het is gewoon een wonder, het is gewoon geluk. Wakker met een biertje, en mijn dag kan niet meer stuk. En mijn dag kan niet meer stuk. Morgens 7:10 vroegen ze naar ons. Meneer, mag ik eens vragen waarom u al dronken bent? Ik zei, kom maar eens kijken, vanaf de gemeente. Ik zweer, je dan doe ik geen meer, absoluut. En terwijl we Riek zien, dat ze in het Maasjoerd zijn Riek, hier ongeveer ja, Green Mum is, ja toch? Je ziet in hun eigen Maasjoerd, absoluut. En dat laat ze dan ook zien als een Maasjoerd zijn Riek, uitgebeeld door Riek Klavers. Dan zijn in het buksje bij, ik weet niet hoeveel deelnames met gedaan hebben, maar ze zien er ongeveer 30. Want Riek wil je al met toen een optocht nog niet eens bestond. Dat is best mooi om te weten. Dus Ronnie heeft wel een geweldige rol.
surfende. Dat is wat ze de afgelopen jaren. Ook niet te zwaar. Dank u. En dan hebben ze. Heb jij een sleutel van dat ding? Het is. Heb ik niks aan. En dat is de super security die hier met u. Yeah.
met een en al. Heel veel jaren hebben ze metgedaan in de live. Maar hier is... Ja, dat kun je niet skiën, dat kun je niet aan te skiën. Dat moet maar heel leven, en als je dat heel leeft, dan doen ze dat in de buurt. Dan mocht ze een dag die hit de derde keer en die doet de eerste keer met. Nee, maar eigenlijk doen ze voor de derde keer met. Maar omdat ze ieder jaar een andere naam hebben, doen ze onder deze naam voor de eerste keer met. Ze hebben zich hartstikke in de Noord gewerkt. Ze hebben wel eens ook een aardig de Noord hebben zich gewerkt. En we hebben nog een beetje gehoord, dus dat zie je zo met zijn zelf al. Hoi jongens, voor de derde keer met. Dennis en Michel.
wat er dan van al. Een pensioenzoek op een verkeerd. Wat moet je halen? Verkeerde met een kabeltje gevulde mand. Kom ik dus. Zoek op verkeerd. Dank mij terug. Zo, ja, dat heb ik gehoord. Vreugd en doctrine. Wat kan ik toch? Wat kan ik hem aan helpen? Meneer, die zoeken. Om te zien dat er geen zoekenmerken is in de e-mail. Dat is voor iedereen. Kan u een enkeling? Hallo, een enkeling? We kosten net onder de kruiden, enkeling. Goeiedag. Het is ook de Utkieptoren. Je hebt een putjes mee aan het komen te staan, maar dit is dan een echte Utkieptoren. En het gaat erom dat die man natuurlijk wel betaald werden, die Utkieptoren. Dus je kunt een trap, een trein van de trap, kun je dan. En misschien dat u eigenlijk kent en je morgen wel. Ik ben nog lang niet boven. Oh, je zit nog lang niet boven, nee. Dus je zoekt als het ware sponsors van al die treinen, zodat we betaald kunnen werden. En dan jij gebouwd worden. En dan kan ik ons gebouwd worden. Dus mensen, ja. En dan was je sponsor om dat geld in gedoken kan werken. Het is van 6 uur en 4 uur. Wat geld is er ook nog. Chef hier met als enkeling. En wat zien we vliegen als Sjaak en gezien waar in de buurt zitten? Goeiedag, anders hadden we niet geweten wat over vanavond naartoe gisteren. Anders hadden we niet geweten wat we gisteren van receptie van ze hadden. Anders hadden we niet geweten wat we bergen over de prijsuitreiking en wat we van de lichtbak van. En dat maakt goed. En als Sjaak in de buurt voorbij is met een hele grote wagen, komt hier achter hem de Haarlemmense Vriendenkring. We hebben nog een eigen microfoon gevonden. Dus daarvan ben ik deze net gezien, maar ik hou er wel vast. Hallo mensen, onze microfoon is gevonden, die werkt het ook. Hebben jullie wat druk gehad? Ja. Dat slaan we wel eens een keer over. Het is wel goed, letterlijk wat ze hier doen. Overslaan. We doen het hier weer. Nou, dat was links. Alle gedrukken terug aan. Wat jij gedaan? Er zit trouwens veel meer vrijwilligers. Je komt eigenlijk allemaal in de buurt een over te slaan. En dat is wat de hamer inzet. We hebben het een beetje hoor. Dan drie keer in de negentig. Die hebben nu helemaal gevonden. Die zagen. Hebben jullie nog wel?
er nog, dan zien ze toch nog eenmaal de gebruiken voor eerder pannenkoek. Van vier mensen bij zijn gekomen van wel een hartstikke gebruik van de hele gemeente Beerlingen. Alleen maar een wagen dat de boer gezien. Toen hebben ze in het dorp de klok een uur verder gezet. Althans, niet meer om 7 uur verder wakker gemaakt door die klok, maar om 8 uur begint die pas te rammelen. En in de zomer gebeurt het zelfs tot 9 uur. Dus dat betekent dat je nog langer komt slopen. Dat betekent dat die zaalmannen ze dus ook drukker hebben. En dat is wat deze grote groep de keien schiet op uw beelden. De zaalmannen moeten. Let's go!
gaan met de wagens. Die komt zo achteraan. Het is een ontzettend grote, mooie, gruwelde wagen van de Papenbeek. Dat is op dit moment deze groep de Papenberg hier uitwiel. De subsidie was winnen. En dat is het onderwerp wat de Papenberg hier gebracht heeft. En ik vind het fijn om te zien dat dat toch nog... Als je het En het onderwerp wat de jongens zijn, de jongens van hier, is dat.